waarschuwing. Als je deze video bekijkt, word je binnen 24 uur aangevallen door een eenhoorn. Die vanaf die enkel springt op regenboog. Nee, toe ga je met een zakje geld. Pak dat niet aan. Wat als hij sterft? Grapje, je volgt gewoon mijn gedachtes. Jezus, wat een scheiddag. Eindelijk thuis. Even kijken hoor. De krant, Slet van de Plus, Neger van de High reclame. En die knappe jongen van YouTube. Wat is dit dan? Wie belt er nou nog? Nou, genoeg mensen. Yo, met Bardo. Hey man. Hey kerel. Ja, mijn telefoon doet het weer. Dat weet ik. Hoe kan je maar... Best als ik... Later... Ja, met Bardo. Ja, ik had even een vraagje. Heb je zin... Ja? Oh, super chill. Ga dan even met Lisa. Dan kan ik even verder tv kijken. En later. Chill. Alleen moet ik wel een nieuwe telefoon hebben om te bellen. Want het gaat altijd hetzelfde met die dingen. Week 1. Oh. Week 2. Alweer uitgevallen. Week 3. Ah, fuck dit. Oh, maar er staat wel dat ik onbeperkt internet heb. Alsof ik niet weet hoe mijn vader daarop reageert. Nou, kijk zoon. Ik heb liever niet dat jij een internetabonnement afsluit. Want ik ken jou daarmee. En ja, jij gaat gewoon vieze dingen opzoeken. En iedereen weet, van rukken word je blind. Pap, ik sta hier. Ach, maar wat zeur ik ook. Sommige mensen weten niet eens wat mijn ouders zijn. Even kijken of hij er is, oké? Okay? Eén blikje. Gast, je ouders. Waar? Hier, pak aan. Nee, mijn ouders zijn mensen. God, Jezus Christus. Ja, sorry, hij is er even niet. Hij heeft weer drugs gebruikt. Weet je, misschien ben ik wel gewoon de oude lul. Vroeger had je helemaal geen tweets, WhatsApps, posts, updates en zo. Nee, je had gewoon MSN. Ach, dat waren nog eens tijden. Tegenwoordig gaat alles gewoon via tablets. En niet lullig bedoeld of zo, maar mijn oma had al tabletten voordat ze in waren. Weet je wat voor een truc is? Sluit gewoon een abonnement af en ga nooit meer op je laptop zitten. Oké, okay, kan je dan misschien er vanaf gaan? Serieus, moeten we nou eindigen met zo'n flauwe grap? Oeh. Ja, dat moet. Yo, wat up gasten en bedankt voor het kijken naar deze Spiksplit nieuwe video. Ik werd geïnspireerd door Hai, die hebben nu de slogan Wie belt er nou nog? En dat zag ik op Facebook bij het spel van de World TV. Mocht je het even willen checken, linkje in de beschrijving. Dan kan je spellen, spelen, auto's winnen, telefoons winnen, alleen geen leven. Dus ik heb nog altijd een probleem. Voor elke 1000 groene duimpjes geef ik een Angry Birds knuffel weg. Dus nooit signeer ik hem voor jou, geen enkel probleem. Stel er komen 20.000 groene duimpjes. Dat is 20 keer ongeveer 10 euro. Dan ben ik 200 euro lichter. In ieder geval, voeg deze video toe aan je favorieten en deel hem met iedereen. Doe hem met name door naar het ene meisje dat altijd op die telefoon zit. Die ene gast die altijd aan het bellen is. De video's aan de rechterkant van mij zijn klikbaar. En gasten, ik check jullie later.